kwam voor het eerst in Berlijn in, ik denk 98, 99. En ik denk in Berlijn kwam voor mij alles samen van een bepaalde houding, levenskwaliteit van de stad. Een meer alternatieve circuit als in de muziek scene, maar ook als in de kunst. Het klopte veel meer bij mijn kunst die ik op dat moment maakte. Of eigenlijk waar ik toen pas mee begon. Stad, Gorinchem, waar ik opgegroeid ben, hadden ze altijd die modernistische beeldenroutes. Dus niet ouderwetse, maar echt minimalistische kunst, met van die schuine palen kunst, om het zo maar te zeggen. Destijds vond ik wel dat je daar gewoon mee geconfronteerd werd, zonder dat aan mensen gevraagd werden of dat ze het wel mooi vinden. Dus ik vond het indrukwekkend aan wie mag zoiets maken. Zonder weg te gooien. Thank you.
maar zo grijnig dat dat spul er zo vanaf komt, hè. Van dat plastic. Wat kitsch, hè? Ah, jammer. Ja, dat gaan we dus niet doen zo. Nou ja, maar kijk, als het zo'n zonder doek is, dan kan het wel. Ik denk dat ik hem gewoon schoonmaken, stof eraf. Gewoon zo moet ophangen. Gelijk aan die wand. Zo mooi. Besser, hè? Ik wil weg uit een soort textuele kant. Ik wil weg uit de illustratieve kant. Ik wil universeel maken in abstracte vorm. En die problematiek, daar ben ik ook mee bezig. Bij graffiti-kunstenaars is de straat een tentoonstellingsruimte. En voor mij is de straat meer een deel van het atelier. Dan is het nog helemaal niet af. Dan laat je eigenlijk een soort vingeroefening zien of een gedachtegang. En het eindstation is eerder een galerie of een museum. Je moet altijd radicale besluiten kunnen nemen. Heeft inderdaad met de vrijheid van je geest te maken.
En radicalisering heeft een beetje een negatieve klank gekregen. Maar ik vind radicalisering essentieel voor een kunstenaar. Als we dan gaan kijken in de kunstgeschiedenis, wat interessante kunst heeft opgeleverd of waar bepaalde stappen gezet zijn, dan zijn het altijd radicale besluiten geweest. Misschien houdt het wel zo hoor, helemaal niks geen geel of...